Team USA is ook van de partij op het wereldkampioenschap voetballen. Wat weten we eigenlijk van de VS? Cowboys? Indianen? De Grand Canyon? Big Burgers? En American Football? De Verenigde Staten kennen we natuurlijk ook van het Dream Team USA. Maar wat kunnen we op voetbalgebied van hun verwachten? What is the power of the American football players, soccer players? I think athleticism. Jump very high, speed, and there's a lot of athletes there. And you think they have a chance to become a world champion? We'll see, but I think anybody that's in the finals has a chance. Hubert Bedford, Mr. American Football, legenda bij de Crusaders. Wat past het beste bij Amerika? Voetbal of voetbal? Nou, het is niet voor niets American football, dus het is uiteraard voetbal en niet voetbal. Dus het is voetbal, uiteraard. Daarin zijn ze de beste van het beste in de wereld. Maar voetbal begint langzaam te komen. Hoe leeft het in Amerika? Wat betekent het voor de Amerikanen, voetbal? Ik heb heel veel vergelijkingen gehoord, maar de mooiste, denk ik, is wel... Eerst heb je American football en dan heb je kerst. Hoe werkt dat spel eigenlijk? Eigenlijk is het heel simpel. Je probeert te scoren. En dat doe je niet als bij voetbal door de bal in het doel te trappen, maar de bal in het doelgebied te doen landen, terwijl je met je handen hebt. Wat past het beste bij mij als ik American football zou willen spelen? Je hebt de defensive linemen. Die zijn groot en dat ben jij niet meer. Dus, sorry. Als dat je het weet. De achter de linebackers, die zijn dus iets minder groot, wat ik net aangaf. En nou... Dat is ongeveer jouw postuur. Jij wil hem pakken. En je moet langs hem. Ben je goed verzekerd? Open de pad! Bumble! Bumble! Bumble again! Bumble! You got it! Hij dacht mee te voelen. Soko, soko.